niet zo ver. Bert op 5 en Karel en NCRV presenteren Lief Gebaar. Lief Gebaar. Samen met Stichtingjarige Job geven wij kinderen een bijzondere verjaardag. Maak een lief gebaar. Voor kinderen in armoede die nooit hun verjaardag kunnen vieren. Morgen kan liever. KRO NCRV. Ja, Stichtingjarige Job, die stichting ken je wellicht nog van Kan ik iets voor je doen? Vorig jaar vertelde Annemieke de Wit in Kan ik iets voor je doen waarom zij ervoor koos om vrijwilligerswerk te gaan doen voor Stichtingjarige Job. Ik heb een goed en rijk leven in veel opzichten. Hè? En mijn kinderen zie ik ook opgroeien in zo'n mooie omgeving. En ik vond het zelf prachtig om mijn verjaardag te vieren en in het middelpunt van de belangstelling te staan. En ik gun andere kinderen dat ook gewoon. Ja, prachtig natuurlijk. De komende 2 weken zet KRO NCRV zich door allerlei programma's in voor Stichtingjarige Job met heel veel verschillende acties. Vanochtend is het project Liefgebaar in het gebouw van KRO NCRV afgetrapt met kleine taartjes en met een flinke duik in een ballenbak in de vorm van een enorme taart. En die eerste duik werd genomen door Huib Lloyd, oprichter en directeur van Stichtingjarige Job, samen met onze directievoorzitter Peter Kuipers. Gaan we aftellen? Oké, laat ik zeggen 5, 4, 3, 2, 1, en go! En daar gingen ze. En daarmee starten onze liefgebaarweken bij KRO NCRV. Ik heb zelf natuurlijk ook even een duik genomen in die ballenbak. Ja, wanneer heb je die kans nou toch? Hey, ik probeer dat wel eens bij het Zweedse woonwarenhuis, maar dan word ik eruit geschopt. Hier kon het. Na de lunch was er niemand in, dus ik ben er zelf ingedoken. Dat kun je zien op onze website en op onze Facebookpagina. Maar niet voor niks. En volgende week dinsdag dan gaan de medewerkers van KRO NCRV naar Rotterdam om daar verjaardagsboxen in te pakken. En Bert op 5 gaat mee daar naartoe om ook de handen uit de mouwen te steken. Vandaag is Stichtingjarige Job bij ons te gast in de vorm van Amber Merkers. Goedemiddag, Amber. Goedemiddag. Lange dag voor jou. Je was er morgen ook bij de officiële opening. En nu, nu dus de aftrap hier op NPO Radio 5. Wij hebben enorm veel zin om aan de slag te gaan volgende week. Maar het is nog een beetje van, ja, wat moeten we ons erbij voorstellen? Wat gaan we nou precies doen komende dinsdag in Rotterdam? Ja, je noemde het net al, verjaardagsboxen. Ja, verjaardagsboxen, dat is wat we geven bij Stichtingjarige Job. We geven verjaardagsboxen aan kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat daar thuis dus geen geld voor is. En die verjaardagsboxen moeten allemaal ingepakt worden. En iedere maand gaan er meer dan 10.000 de deur uit. En daar hebben jullie hulp hard bij nodig. Ja. Dus jullie gaan ze inpakken. Ja, dat gaan we volgende week dinsdag doen. Je hebt er eentje meegenomen, die is al ingepakt. Die staat hier dus op tafel. Ik heb daar nog niet ingekeken. Zal ik hem erbij pakken? Ja, zou ik zeker doen. Het is een behoorlijk gewichtige doos. Als je die bij de post krijgt, dan ben je al hartstikke jarig. Ik ga gewoon maar eens even wat eruit halen. Oh, het begint met taart. Zeker. En pannenkoeken. Om zelf te kunnen maken. Ja, zeker. Want je kan er geen taart in stoppen natuurlijk. Maar dit kan dan lekker thuis gemaakt worden. En pannenkoeken daarbij eten. Dan heb ik hier een heel grote zak. Oh, dit zijn tractaties voor op school. Klopt. Ja, zodat je de klas rond kan om je klasgenoten te tracteren, omdat jij jarig bent. Ja, de traditie precies. In Nederland. Ja, ja. En krijgen alle kinderen die zo'n box krijgen dan ook deze tractatie? Want dan weten ze op school op een gegeven moment, oh, dat is... Nou, we wisselen daar zeker ook in af, maar vooral ook afhankelijk van de leeftijd. Ja. En het is uiteindelijk snoep wat iedereen in de meeste supermarkten ook kan kopen. Ja. Dus dat hoeft daarin niet op te vallen. Nee, precies. En voor welke leeftijd is het eigenlijk zo'n verjaardagsbox? Welke kinderen mikken jullie op? Ja, 4 tot en met 18 jaar is onze focus op dit moment. Ja, maar voor 18 jaar krijg je een ander pakket dan voor 7 jaar natuurlijk. Ja, zeker. Want er zit ook een cadeautje in, heb ik me laten vertellen. Daar komen we ook nog wel tegen. Dit is een kleurplaat van Jarige Job. Ieder kind verdient een verjaardagscadeau. Dit is voor de juf en de meesters. Voor de meesters en de juf. Van die lekkere chocolaatjes, als je de klas rond mag. Ja, wat leuk. Want hoe erg is het als dat niet kan? Als je jarig bent, maar je kunt niet tracteren. Ja, we weten eigenlijk dat er kinderen zijn die zich ziek melden of worden ziek gemeld, omdat ze dus niet kunnen tracteren op de dag van hun verjaardag. Ja, dat moet gewoon niet kunnen. Dat is afschuwelijk, ja. Feesthagel, een boterham te versieren op je verjaardag. Ja, en de taart uiteraard. En de taart. De pannenkoeken, mag ook. Ja, voor de pannenkoeken. Ja. Ook hier, dit is, wat zal ik zeggen? Deense bouwsteentjes. Om iets leuks van te maken. Zeker. Maar dat is hartstikke duur. Maar dus als je doneert, dan zorg je ervoor dat dat gekocht wordt, dat dat in de doos terechtkomt. Ja, dit valt onder een groot cadeau. Het lijkt een klein doosje, maar het is een groot cadeau gezien de waarde. Het is echt, dit is hartstikke leuk. Dit willen alle kinderen wel graag hebben. Mango drinken erbij. Jeetje. Limonadesiroop. Oh, de slag. Gewoon miste ik nog van de taart. Die heb ik hier ook te pakken. Dan heb ik kaartjes. Oh, dat is prima. Ja, dat je de doos is ingepakt. Precies. Ja, en dan kan je nog naar de website en dan kun je nog meer dingen doen.
Oh, zure matten. Ja. Echte zure matten. Te lekker, hè? Ja, ja, ja. Bordjes voor je gebak. Heel goed. Servetten voor je gebak. Dit is wat een mooi pakket, hè? Een spelletje nog erbij. Ook, ja. Ook een groot cadeau. Dat je met andere kinderen leuk na je verjaardag een spelletje kan doen. Vlaggetjes en slingers om op te hangen. Taartje, hoe heet dat? Kaarsjes voor op de taart. Ballonnen. Echt werkelijk waar. Alles zit erin. Oh, en glazuur. Om je taart helemaal af te maken. Nou, zeker. Wat een geweldig pakket. Maar hoe weten jullie nou waar die pakketten terecht moeten komen? Hoe weet je achter welke voordeur kinderen wonen die eigenlijk hun verjaardag niet kunnen vieren? Ja, we werken nauw samen met hulpverleners. En vooral ook met hulpverlening via de voedselbank. En hulpverleners als een Stichting Leergeld bijvoorbeeld. Zij hebben al contact met de gezinnen. Daar is al een screening gedaan. Zij weten al dat daar de hulp nodig is. Want er is bijvoorbeeld ook niet genoeg geld voor eten of drinken. Ja, dan is er ook zeker niet genoeg geld voor een verjaardag. En zo komen de meeste aanvragen bij ons terecht. Ja, ja, zeker. Wij kregen van Thea van Krieken al een appje. Hoi Bert, wij als voedselbank delen ook bijna elke week wel een doos uit van Stichting Jaargiop. Mooi. Zo werkt dat dus. Jullie weten dat. Zij vragen dat aan. En zij zorgen ervoor dat dat bij de mensen thuis komt waar dat heel hard nodig is. Ja. Had je al genoemd hoeveel boksen er per jaar ingepakt worden? Ja, hè? 10.000 per maand had je het over. Maar dan denk ik meer dan 100.000 per jaar, dus als je dat opteelt. Klopt. Op dit moment, ja, we groeien. Mijn collega zei het vanochtend al, we zitten in een groeimarkt in die zin. Wat eigenlijk niet zou moeten zijn natuurlijk. Nee, maar ja, we merken gewoon dat de armoede zeker toeneemt. En dat zien we terug in het aantal boksen. Vorig jaar hebben we 150.000 kinderen kunnen helpen. En dit jaar verwachten we 170.000 kinderen te moeten helpen. Ja, maar dat lukt natuurlijk alleen als er voldoende mensen zijn die jullie helpen om die boksen te maken. Want die boksen moeten betaald worden. En dan kun je bijvoorbeeld voor 4 euro helpen aan een tractatie. Hè? Dan kun je ervoor zorgen dat kinderen met zo'n grote zak op school komen en lekker kunnen uitdelen. Voor 12 euro sponsor je bijvoorbeeld dat grote cadeau wat hierin zit. Of die andere die we hadden, oh, die ligt daar tussen nu. En voor 35 euro kun je een complete verjaardagsbox doneren. Dus dan komt er zo'n hele doos bij een gezin terecht. Waarvan dan een van de kinderen gelukkig zijn verjaardag kan vieren. Wat natuurlijk prachtig is. Help mee, zou ik graag willen zeggen. Dat kan door onze actie Lief Gebaar te steunen. Dat gaat allemaal naar Stichting Jaargiop. KRONCRV.nl/liefgebaar. Omdat ik slash zo'n lelijk woord vind. KRONCRV.nl/liefgebaar. Daar staat alle informatie op. Ook over alles wat we doen in alle radioprogramma's in KRONCRV. En daar ga je veel meer over horen. Ook hier in Bert op 5. Want wij zijn gebombardeerd tot het epicentrum van de actie. Dus we gaan in de gaten houden wat er in alle programma's gebeurt. En daarover vertellen in Bert op 5. En spreken met veel meer mensen over deze actie. Bijvoorbeeld ook met minister Carola Schouten. Demissionair minister Carola Schouten voor armoedebeleid. Dat en veel meer in Bert op 5. Ook jullie stichting komt hier nog weer aan tafel, Amber. Maar dank voor dit inkijkje vast in de doos. Die nu, oh wacht even, bijna leeg is. Maar er zit ook nog een kinderboek in. Zeker. Van Paul van Loon, Dolfje Weerwolfje. Maakt het helemaal compleet. Ja, wat geweldig zeg. Wat mooi dat het ook na je verjaardag nog fijn is. En dat je in je boek kunt verdiepen. KRONCRV.nl/liefgebaar. Om ook sponsor te worden voor Stichting Jaargiop. En ook mee te helpen om ervoor te zorgen dat er geen kind in Nederland zijn verjaardag niet kan vieren. Dankjewel en wij zien elkaar dinsdag. Leuk. Als ik met mijn collega's dozen kom inpakken. Ja, je weet wat je te doen staat. Nou, daar moet flink wat in. Het is op een mooie locatie in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Dus wij verheugen ons daar buiten gewoon op. We gaan dan inpakken en nog veel meer vertellen over jullie bijzondere werk. Dankjewel. Dank dat je hier was. Maak een lief gebaar. Ga naar KRONCRV.nl/liefgebaar.